Hou je vast, lieve mensen, want we hebben groot nieuws. Dit is een moment dat we allemaal hebben afgewacht en het is eindelijk hier. Onze eigen Loyza Lamers is officieel van de markt. Ja, je hoort het goed, ze is verloofd. Jazeker, het Nederlandse model en tv-persoonlijkheid heeft ja gezegd tegen de liefde van haar leven, Jelle Ploeg. Het was een moment vol emotie en vreugde. En hoe? Met een plaatje van een aanzoek waar we allemaal helemaal bij wegzwijmelen. Het was een scène recht uit een romantische film, compleet met kaarslicht en roze blaadjes. Loyza deelde het blije nieuws met haar fans op Instagram, met een serie prachtige foto's die de magie van het moment perfect vastleggen. De reacties stroomden binnen, met felicitaties van over de hele wereld. Haar stralende gezicht, pure, ongebreidelde vreugde. Jelle, jij bofkomt. Het geluk straalde van hun gezichten af en het was duidelijk dat dit een moment was dat ze nooit zullen vergeten. Deze verloving gaat over zoveel meer dan alleen een glinsterende ring en een extravagant feest. Het is een viering van hun liefde en toewijding aan elkaar. Het is een bewijs van de kracht van liefde, acceptatie en trouw blijven aan jezelf. In een wereld waar liefde soms op de proef wordt gesteld, is dit een baken van hoop. Loyza heeft haar platform altijd gebruikt om zich in te zetten voor LGBTQ+ rechten. En deze verloving is een prachtig symbool van hoe ver we zijn gekomen. Haar inzet en moed hebben velen geïnspireerd. Maak je klaar voor een duik in alle sappige details van deze hartverwarmende verloving. Van het romantische aanzoek tot de reis die het paar samen heeft gemaakt. Hun verhaal is er een van avontuur, liefde en wederzijds respect. Pak je zakdoekjes er maar vast bij, want het wordt emotioneel. De tranen van vreugde en de glimlachen van geluk zullen je hart zeker raken. Dit is een verhaal dat je niet wilt missen. Stel je dit eens voor, een afgelegen strand in Italië, de zon die ondergaat boven het kristalheldere water van de Middellandse Zee en twee mensen die stapelverliefd zijn. Klinkt als een scène uit een film, toch? Nou, dat was de magische setting voor Jelle's onvergetelijke aanzoek aan Loyza. Jelle weet duidelijk de weg naar Loyza's hart te vinden, want hij heeft alles uit de kast gehaald voor dit aanzoek. Hij stelde de vraag met een prachtige ring, daarover later meer. En Loyza's reactie was onbetaalbaar. Op haar Instagram-post captionde ze een foto van het magische moment met een hilarische Friends-referentie. Ik zei, oh, mijn God. De foto's laten zien hoe Loyza en Jelle een gepassioneerde kus delen. Hun geluk straalt van het scherm. Het is duidelijk dat deze twee smoorverliefd zijn en we kunnen niet anders dan meeleven met hun geluk. Blijf kijken terwijl we dieper ingaan op Loyza en Jelle's liefdesverhaal en ontdekken wat hun relatie zo bijzonder maakt. Het liefdesverhaal van Loyza en Jelle is er eentje voor in de boeken. Ze zijn al 3 prachtige jaren samen en hun band lijkt met de dag sterker te worden. Hun Instagram-feeds zijn een bewijs van hun liefde, gevuld met schattige koppelfoto's, hilarische video's en lieve berichtjes aan elkaar. Ze zijn het soort stel dat gewoon klopt. Ze steunen elkaars dromen, maken elkaar aan het lachen en zijn niet bang om zichzelf te zijn bij elkaar. In een wereld die vaak cynisch en blasé aanvoelt, is het liefdesverhaal van Loyza en Jelle een verademing. Hun reis samen is niet altijd gemakkelijk geweest, maar ze hebben elke uitdaging hand in hand overwonnen, hun liefde voor elkaar onwankelbaar. Ze hebben de wereld laten zien dat liefde geen grenzen kent en dat echt geluk komt door iemand te vinden die je accepteert zoals je bent. Straks kijken we verder naar de geweldige vrouw die Loyza is en haar bijzondere weg naar succes. Deel 4. Loyza, een baanbrekend model. Loyza Lamers is meer dan alleen een mooi gezicht. Ze is een kracht om rekening mee te houden. Haar reis naar roem en succes is een inspirerend verhaal van doorzettingsvermogen, moed en vastberadenheid. Deze Nederlandse schone werd beroemd nadat ze in 2015 het 8e seizoen van Holland's Next Top Model won, waarmee ze de eerste transgender winnaar van de show wereldwijd werd. Over grenzen verleggen gesproken. Haar overwinning was een mijlpaal in de geschiedenis van de mode-industrie. Haar overwinning was niet alleen een persoonlijke triomf, het was een cultureel fenomeen dat gesprekken op gang bracht over genderidentiteit en inclusiviteit in de mode-industrie en daarbuiten. Het was een moment van erkenning en acceptatie voor de transgendergemeenschap. Haar overwinning was niet alleen een persoonlijke triomf. Het was een cultureel fenomeen dat gesprekken op gang bracht over genderidentiteit en inclusiviteit in de mode-industrie en daarbuiten. Loyza gebruikte haar nieuwe platform om zich in te zetten voor transgenderrechten en werd een rolmodel voor talloze mensen over de hele wereld.
Ze sprak op conferenties, nam deel aan paneldiscussies en werkte samen met organisaties die zich inzetten voor gelijkheid en inclusiviteit. Loiza gebruikte haar nieuwe platform om zich in te zetten voor transgenderrechten en werd een rolmodel voor talloze mensen over de hele wereld. Haar invloed reikte verder dan de modewereld. Ze inspireerde mensen om hun ware zelf te zijn en trots te zijn op wie ze zijn. Ze werd een symbool van hoop en verandering. Maar Loiza's succes hield daar niet op. Ze veroverde de internationale modellenwereld, sierde de covers van prestigieuze tijdschriften en liep modeshows voor gerenommeerde ontwerpers. Haar aanwezigheid op de catwalks van de modehoofdsteden van de wereld was een bewijs van haar talent en vastberadenheid. Ze veroverde de internationale modellenwereld, sierde de covers van prestigieuze tijdschriften en liep modeshows voor gerenommeerde ontwerpers. Sierde de covers van prestigieuze tijdschriften zoals Vogue en Elle en liep modeshows voor gerenommeerde ontwerpers. Haar succes op internationaal niveau opende deuren voor andere transgendermodellen en bracht meer diversiteit in de mode-industrie. En liep modeshows voor gerenommeerde ontwerpers. Ze is een waar icoon in wording en we kunnen niet wachten om te zien wat ze nog meer gaat bereiken. Ze is een waar icoon in wording en we kunnen niet wachten om te zien wat ze nog meer gaat bereiken. Haar verhaal is een inspiratie voor velen en een bewijs dat dromen werkelijkheid kunnen worden, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. En we kunnen niet wachten om te zien wat ze nog meer gaat bereiken. Laten we dieper ingaan op de grote impact die Loiza heeft gehad op de wereld en waarom haar verhaal zo belangrijk is. Laten we dieper ingaan op de grote impact die Loiza heeft gehad op de wereld en waarom haar verhaal zo belangrijk is. Haar reis is een bron van inspiratie en een herinnering dat we allemaal de kracht hebben om verandering teweeg te brengen. En waarom haar verhaal zo belangrijk is. Haar reis is een bron van inspiratie en een herinnering dat we allemaal de kracht hebben om verandering teweeg te brengen. Loiza Lamers is een levende legende in de maak en haar verhaal zal nog vele generaties inspireren. Deel 5. De kracht van zichtbaarheid, Loiza's impact. Loiza's moed om haar authentieke zelf te zijn, zowel op als naast de catwalk, is echt inspirerend. Ze is een baken van hoop geworden voor de LGBTQ+ gemeenschap en bewijst dat alles mogelijk is als je durft te dromen en trouw blijft aan jezelf. Haar zichtbaarheid als succesvolle transgender vrouw in de publieke belangstelling heeft geholpen om stereotypen te doorbreken en percepties te veranderen. Ze heeft de wereld laten zien dat transgender mensen net als iedereen zijn en recht hebben op liefde, respect en gelijke kansen. Loiza's verhaal herinnert ons aan het belang van representatie en de kracht van het gebruiken van je stem om een verschil te maken. Ze heeft de weg geëffend voor meer acceptatie en begrip en de wereld een meer inclusieve en mooiere plek gemaakt. Laten we nu kennis maken met de andere helft van dit schattige stel, de man die Loiza's hart heeft veroverd. Know you've been a good friend. Deel 6. Jelle, de man die Loiza's hart stal. Jelle Ploeg, de man die Loiza's hart heeft veroverd, is misschien geen beroemd model of tv-persoonlijkheid, maar hij is duidelijk een goede vangst. Hij is een man van eenvoud en bescheidenheid, maar zijn liefde voor Loiza straalt helder als de zon. Hoewel hij liever een lager profiel heeft dan zijn verloofde, is het duidelijk uit Loiza's social media posts dat Jelle haar rots in de branding is, haar grootste supporter en de liefde van haar leven. Zijn aanwezigheid in haar leven is als een kalmerende bries op een warme zomerdag. Hij wordt vaak aan Loiza's zijde gezien bij evenementen, moedigt haar aan vanaf de zijlijn en overlaat haar met liefde en genegenheid. Zijn steun is onvoorwaardelijk en zijn liefde is onmiskenbaar. Samen vormen ze een team dat niet te breken is. Jelle lijkt het type man dat rust en stabiliteit brengt in Loiza's wervelwindachtige leven. En hun chemie is onmiskenbaar. Ze delen niet alleen de grote momenten, maar ook de kleine, stille momenten die hun band versterken. Hoewel hij misschien niet van de schijnwerpers houdt, is één ding zeker. Jelle heeft een hart van goud en houdt onvoorwaardelijk van Loiza. Zijn liefde is puur en oprecht. En dat is iets wat je niet vaak tegenkomt. En wat kun je nog meer wensen in een partner? Iemand die je steunt, je lief heeft en er altijd voor je is, door dik en dun. Hun liefdesverhaal is er één voor in de geschiedenisboeken. En we zullen onderzoeken waarom het zo'n snaar raakt bij zoveel mensen. Het is een verhaal van ware liefde, onvoorwaardelijke steun en een band die sterker is dan wat dan ook. Laten we dieper ingaan op de magie van hun relatie en ontdekken wat het zo bijzonder maakt. Deel 7. Een liefdesverhaal. Voor in de geschiedenisboeken
Het liefdesverhaal van Loyza en Jelle is een bewijs dat liefde geen grenzen kent. Het overstijgt labels, breekt barrières af en bewijst dat twee zielen die voor elkaar bestemd zijn, altijd hun weg naar elkaar zullen vinden. Hun relatie is een baken van hoop in een wereld die vaak verdeeld aanvoelt. Ze herinneren ons eraan dat liefde liefde is, wie je ook bent of van wie je ook houdt. Hun verhaal geeft ons hoop dat liefde ooit echt alles zal overwinnen. Het liefdesverhaal van Loyza en Jelle is een inspiratie voor ons allemaal. En we kunnen niet wachten om getuige te zijn van hun, ze leefden nog lang en gelukkig. Maar eerst, laten we het eens